Ik ben Lia Paas, ik ben sportregisseur bij de gemeente Dordrecht. Vanuit de sportvisie hebben we een aantal ambities, waaronder de ambitie vitale sport- en beweegaanbieders. Clubondersteuning is daar een belangrijk item van en we focussen ons op sportverenigingen, sportondernemers en maatschappelijke organisaties. In Dordrecht hebben we geen fysiek loket, maar de drie sportregisseurs die vormen samen het sport- en beweegloket. Hier werken we samen met sportbonden, met bijvoorbeeld de Rabo Club Support, maar ook met POS. Sportaanbieders kunnen in Dordrecht via de website contact met ons opnemen. Daarnaast hebben wij een nieuwsbrief die we regelmatig versturen, maar ook uitnodigingen voor congressen, voor inspiratiebijeenkomsten. En ook de informele bijeenkomsten vinden we erg belangrijk, want wat ons betreft is het een goed contact de basis van een goede clubondersteuning. Dus we gaan regelmatig ook op de koffie. Uitdagingen hebben wij zeker als korfbalvereniging. Op korte termijn, zo vlak voor het nieuwe seizoen, is het altijd een uitdaging om weer alle teams van de trainers en coaches te voorzien. Op langere termijn is de uitdaging om toch vitaal te blijven als vereniging. Het contact met onze sportregisseur Lia verloopt heel erg goed. Bellen, appen. Ze sluit ook aan bij vergaderingen die we hebben met de andere verenigingen. Dat gaat eigenlijk heel soepel. We werken achter de schermen goed samen met de andere partijen. Omdat we aan hetzelfde doel werken. Het heeft vooral te maken met elkaar leren kennen. Dus waar werk jij aan en waar werken wij aan? Om zo samen de krachten te bundelen en de sportverenigingen te ondersteunen. Binnen het loket hebben we ook veel afstemming met de sportbonden. We hebben bijvoorbeeld met de KNSB al jaren heel intensief contact met onze ijssportverenigingen om zoveel mogelijk kinderen op de schaatsen te krijgen. Met de KNVB hebben we nu ook gesprekken om samen tot een agenda te komen, zodat we niet met dezelfde onderwerpen op twee verschillende manieren naar de clubs gaan. En met de Korfbalverbond werken we nu ook samen met onze vier Dordtse korfbalverenigingen om te kijken hoe kunnen we de korfbalsport in Dordrecht weer beter op de kaart zetten. Ja, met Lia van de gemeente heb ik contact als het gaat over zaken op deze locatie, hè, of over sport, hele algemene zaken. Tips die je ook tussen verenigingen in Dordrecht uit kunt wisselen, die niks met korfbal te maken hebben bijvoorbeeld. Ja, met Mark, onze verenigingsadviseur van het KKV, heb ik vooral contact over echt korfbalzaken. Dingen als, hoe ga je nou om met bepaalde trainingsaspecten of met kaders binnen je vereniging? Met de sportregisseurs hier in Dordrecht hebben we inderdaad een soort van werkafspraken gemaakt. Hè, dat we in ieder geval met elkaar contact hebben van welke ondersteuning vindt er plaats bij de korfbalclubs. En als wij denken van de vraag die wij nu binnenkrijgen van de vereniging past eigenlijk beter bij de sportregisseur, dan leggen we die bij de sportregisseur neer. En eigenlijk andersom ook, dus als sportregisseurs vragen binnenkrijgen die meer gaan over trainingsopleidingen of arbitrage, dan wordt het eigenlijk met de korfbalbond geschakeld. De komende jaren blijven we natuurlijk inzetten om het sportloket te verbeteren. We willen vooral ook meer gaan samenwerken met de kleinere sportbonden. En blijven luisteren naar wat de sportaanbieders vooral nodig hebben.